Hey vrienden van Condro. Jeroen hier. Als jullie moeten poepen en jullie zijn in de buurt, Amsterdam Zuidoost, naast Schalmshoef, Gouden Leeuw 146, kom gerust langs of stuur me een appje 06-21-22-5197. En ja, ik heb nu stront in mijn haar. Motherfucker. Yo! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Mavver Vlog. Ik ben met Gideon Everduin. En ik ga jullie een snelle introductie geven van wie hij is. Wij zijn filantropisch en Google de betekenis van niks in mijn zinnen. Klinkt voor jullie logisch, vocabu breed, vocabu vreemd. Open voor discussies, maar wees bewust met wat je zegt. Ons hoofdbewoners noemen zorgt voor een negatief effect. En wie de bal kaast, krijgt hem terug. Op grond van wat zijn wij niet gelijk dan? Uiterlijke kenmerken. Een gespierde jongen is wat dus, anders. Dit is heel raar dat je dat zegt. Nee, natuurlijk wel. Ik zeg toch, het gaat gewoon om gelijkheid. Nee, het gaat gewoon om gelijkheid. Nee, je hebt drie witte jongens, drie Afro-Nederlandse jongens. Ja. We gaan de wijk in. Ja. En we worden benadeeld. Wij worden benadeeld. Alsjeblieft niet in de reden vallen. We worden benadeeld op hetzelfde moment dat u met politieagenten rondloopt en meekijkt. Nou, zo ben ik ook in de wijk praten met jongens. En het kan toch niet zo zijn dat als ik in Amsterdam-West praat met Marokkaanse jongens, dat ze last hebben van hetzelfde probleem als ik. Allemaal mooie beelden van jou langs. Ja, weet ik. Dat je wel bespraak bent en zo. Nou, om te beginnen. Hoe gaat het met je, jongen? Geweldig. En wat versta jij onder geweldig? Ik ben onderweg met de Patser Lexus richting Leeuwarden. Yes. Om te spreken voor 60 bobo's van de kunst- en cultuursector. En ik mag het met ze hebben over kolonialisme en het systeem. En daar word ik helemaal blij van. Oké, en waar staat kolonialisme voor? Of het is nou in oorlog kolonialisme voor? Jij bent abnormaal. You better shut the fuck up, G. Daar kom je beter mee weg. Voor de mensen die daar totaal geen kaas van hebben gegeten, leg dat even uit binnen 1 minuut, want jij kan lullen als brugman. En we hebben maar 1 minuut. Nou ja, de eerste beursgenoteerde bedrijf van de wereld is een Nederlands bedrijf. En dat was de VOC. Yeah. En de VOC zijn de bedenkers van het kolonialisme. Het tot slaaf maken van een Afrikaan. En de mensen uit India ook. En de mensen uit Indonesië ook. Dus dat is een heel verhaal. Maar het kolonialisme is een systeem. Een systeem hoe mensen te onderdrukken en te segregeren. En ervoor te zorgen dat je ze kan uitbuiten. Nou, is religie ook een onderdeel van kolonialisme? Religie is zeker een onderdeel van kolonialisme. Want de katholieken gingen met hun Bijbel in hun handen tot slaafgemaakte wijs maken. Dat als ze heel hard zouden werken, 400 jaar dus, dat ze in de paradijs terecht zouden komen. Hoe is het mogelijk dat een bepaalde groepering een andere groepering tot slaaf kan maken? Waar hun in de meerderheid, of waren wij donkere mensen. Hoe is het alles tot stand gekomen dat ze ons konden overnemen in principe? Alles heeft te maken met klassisme. Er zijn gewoon rijke mensen in de wereld. En rijke mensen kennen geen kleur. Je hebt donkere rijke mensen, je hebt witte rijke mensen. Je hebt Baarschil, noem maar. Maakt niet uit. Alle rijke mensen. En rijke mensen kijken niet naar. Die kijken alleen naar klasse. En hoe dat tot stand komt, is doordat er is altijd een onderkant geweest in onze maatschappij. Ook al was het in de tijd van de middeleeuwen, er is altijd een onderkant geweest in de top. De top was toen een koning of een koningin. En er waren ook altijd mensen die ondergeschikt waren aan die mensen. En die mensen waren niet van waarde voor hun. En dus kon je ze tot slaaf maken. Snap je? Maar waarom kolonialisme zo'n belangrijk ding is om over te praten, is dat veel mensen denken dat het weg is. Ze denken het is iets van het verleden, terwijl het iets van het nu is. Ik zeg altijd, kolonialisme is het systeemdenken met een jasje van kapitalisme. En daarom zitten we in een klassisme. Je hebt gewoon hele skere mensen aan de onderkant van onze maatschappij en niemand geeft er geen ruk om.
Weet je toch? Niemand doet iets voor mensen aan de onderkant. Ze noemen het de onderkant. Oké, Stefan, jij bent... jij wordt morgen tot koning. Over 600 koning Gideon Alexander. Wat zal jij veranderen in onze maatschappij? Ik zou streven naar gelijkheid en gelijkwaardigheid. En er is een verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid. Ik denk niet dat we kunnen streven naar een financiële gelijkheid. Mm-hmm. Dat zou kunnen, maar je hebt altijd mensen die hard werken of... Ja, maar dat is in principe onmogelijk, want iedereen gaat anders met zijn geld. Precies. Ja, maar gelijkwaardigheid, dus mensen behandelen zoals je zelf behandeld wil worden en hetzelfde recht geven als dat jij ook krijgt. Ja, die witte privilege is... Kijk, het is gewoon een feit. Als niet-witte Nederlanders gaan solliciteren voor een baan, is de kans groot dat ze de baan niet krijgen omdat ze er anders uitzien dan het gros. Dus ze zijn niet blond, blauwe ogen of wit-bruine ogen. Nee, het is gewoon een Marokkaanse jongen of een Surinaamse jongen. En je bent sowieso al 4 stappen achter. Nu gaan heel veel mensen zeggen, dat is een slachtofferrol waar je in gaat. Maar dat is niet een slachtofferrol, dat is een realiteit. En ik zou meer van dat soort gelijkwaardigheid willen zien. Ik zou willen zien dat mensen behandeld worden voor de kwaliteit van wat ze hebben. Nou, ik kan je alles daarover vertellen. Ik heb die film 1 miljoen keer gezien. Nee, het gaat niet over de film. Dat weet ik, lul. Ik heb die film toch ook gezien, lul. Maar het boek is toch veel indrukwekkender dan een fucking film. Natuurlijk, die film is light version. Ik moet gewoon 26 mei. Kijk ook hoe die erbij staat met zijn beentjes zo bij elkaar. Zo op door die schoenen. Hé, maar dat zijn niet zomaar Adidasjes, hoor. Ja, dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Alleen lijken ze op Hitler, maar ja, daar hebben we het nu niet over. Nou, Giggles, vertel ze maar waar we zijn en in welke stad we zijn. We zijn in Leeuwarden. En wat is de hoofdstad van Leeuwarden, jongen? Je lul. Abnormaal. Meneer, rustig rijden, ze flitsen daar. Ja, we zijn bij de stad Schouwburg van Leeuwarden. Ja. Onderweg naar een lezing. Over kolonialisme. Wat wil je drinken? Nou, ik wil graag Fernandes groen als dat mogelijk is. Of geel als jullie die hebben. Jullie hebben geen Fernandes? Oh, wat hebben jullie dan? Is dat normaal wel al? Zeg maar dat je dat hebt. Ja! Ja, echt? Weet je wat Fernandes is? Ja, ik weet wat het is. Ja! Ik ken het wel. Ik ga ervan uit dat jullie die gewoon hebben. Nee, echt niet. Maar ik denk niet dat we die al verkopen. Ik heb nog nooit. Dus de eerste die het vraagt. Ja? Oké, wat hebben jullie dan wel? Ik heb wat frisjes. Eigenlijk een normaal assortiment frisjes. Normaal assortiment? Nou, Fernandes hoort daar ook bij! Is dat zo? Ja! Doe mij maar een Sissi. Sissi? Ja. Voor mij een koffie verkeerd. Hey, hou jij even op met die patserig gedrag van je. Een normale koffie is al duur. En dan wil jij een verkeerde ook nog? Ja, ik ben een koffie verkeerd. Nou, oké. Okay. Het is helemaal ongemakkelijk voor jou. Ja, weet ik. Wat is dit, gewoon brood met boter? Nee. What are you doing? Het brood staat er waarschijnlijk sinds 3 december, maar... Grapje! Het brood was super lekker! Daar hebben we het nu niet over. Een hele goede middag, mensen. Ik dank jullie allen dat jullie hier aanwezig zijn. De meeste van jullie zijn ontiegelijk lelijk, maar dat maakt helemaal niet uit. Het gaat hier om kolonialisatie van de wetenschappers die net zijn overleden. En ik weet niet waar ik het over heb, maar jullie weten ook niet waar jullie het over hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jullie ontiegelijk lelijk zijn en dat wordt nu belicht. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Een heel hartelijk applaus voor onze minister-president Everduin. Dank u. God, stel je voor dat die dag gaat komen, jongens. Er is nog wel wat werk aan de winkel.
Stel je voor dat die dag daar zou zijn dat ik minister-president mocht zijn. Ik ga jullie weer helemaal uit die theatrale halen, want ik wil gewoon contact maken met u. Ik wil naar het nu gaan. Ik wil naar het nu gaan om te kijken hoe we met z'n allen naar voren kunnen gaan. En hoe u zelf individueel een rol daarin kan vervullen. Ja? Kolonialisme is een systeem. Het is een denken. Die eigenlijk de geest is van het lichaam kapitalisme. Het werd gekoppeld aan racisme toen de Europese samenleving zo doordrongen raakte door gierigheid dat zij er als een natie voor koos mensen te verhandelen zoals zij dat ook met goederen deed. Ik wil dat u dit tot u laat komen. De gierigheid, de honger om mensen te klassificeren tot minder dan uzelf vanuit gierigheid. Zoals zij dat met dieren deed, het somanisch raken in hun psychotische, sociopathische gedachten maakte de massamoordenaar die ze uiteindelijk werd. De constante controle willen hebben over levens, mensenlevens. En dat onder het mom van democratie, onder het mom van civilisatie. Zo werd u van een vrije burger één opgesloten tussen stadsmuren en diezelfde muren werden hekken. En zodoende werd u opgesloten in uw stadsdelen. En die werden vervolgens opgesplitst in wijken en de hekken werden straten. Uw huis kreeg een tuin en die kreeg vervolgens een heg. Uw landgenoot werd uw buurman. En zodoende kregen u en uw buren SOFI-nummers. Zo werd segregatie, uitgevonden tijdens kolonialisme, uw realiteit. Zo werd segregatie, uitgevonden tijdens kolonialisme, uw realiteit. Racisme was nu niet alleen maar een werkelijkheid. Het metamorfeerde zich in een broertje genaamd klassisme. U werd van een mens gereduceerd tot een cijfer. Daar waar kolonialisme de Afrikaan reduceerde tot de laagste in onze piramidialistisch systeem, lager dan de dieren, reduceerde uw kolonialisator, uw familie van Oranje, uw allereerste corporate beursgenoteerde bedrijf, die zich uiteindelijk vermenigvuldigde, die reduceerde u tot een nummer. En zo wordt er vandaag de dag ook met u omgegaan. U bent een percentage tijdens de zoveelste vergadering van ambtenaren, politici en farmaceuten. Het is aan u allemaal, het is aan ons allemaal om onze naasten, om ons onderwijs, om onszelf bewust te maken van racisme. Wees u zich bewust van het systeem kolonialisme die zich vermomt in een jasje genaamd kapitalisme. Want als u racisme niet herkent en erkent, zult u zich nooit bewust worden en nooit iets kunnen doen aan uw huidige uitbuiting en onderdrukking in de vorm van klassisme. En zult u altijd door de Tweede Kamer, tijdens een crisis, bij het ineenstorten van de beurs, altijd het slachtoffer zijn. Altijd maar een percentage. Laten we Nederland redden uit de handen van financiële administrateurs. Mensen die hun empathie hebben verkocht voor een appartement en twee auto's. Laten we Nederland nieuwe waarden geven, namelijk veel meer aandacht schenken aan menselijk kapitaal, aangezien onze weegschaal uit balans is. Laten we in onze economie ruimte maken voor een humanistische visie. Eén die niet over lijken gaat of zijn of haar medemens reduceert. Eén die gelijkwaardigheid nastreeft in plaats van superioriteit. Eén die zich niet laat hypnotiseren door cijfers, maar ziet dat inhaligheid langzaam maar zeker ons bestaan uitroeit. Als u racisme
niet herkent en erkent, zult u zich nooit bewust worden en nooit iets kunnen doen aan uw eigen uitbuiting en onderdrukking. U zult altijd een SOFI-nummer zijn. Altijd maar een percentage. Altijd maar een cijfer. Een nul achter een komma. Waardeloos. Als minister-president geloof ik in praten met elkaar. Dus ik wil niet hier alleen maar achter de microfoon staan en praten. Maar ik zou nu wel willen weten van mijn burgers wat zij hiervan vinden. Meneer. Ja. Hoe maak je het? Goed. Dankjewel. En jij? Ik maak het heel goed. You hoorde mijn speech? Ja. Ik vind het dus belangrijk om samen te kunnen leven, om feedback te krijgen. Dus wat vond je van de speech? Indrukwekkend, vooral. Ook confronterend, dat ik bij mezelf denk, wat is mijn positie hierin, wat is mijn rol? Heb ik niet meteen een antwoord op. Dank u wel. Yes. Mevrouw, je hebt een prachtig lach. Zou je kunnen opstaan? Ja. Wat is uw voornaam en achternaam? Anja Tuit. Dag Anja. Hallo. Wat vond u van de inhoud? Ik vond het ook een beetje confronterend en ik dacht ook racisme. Nou, wat ik zo bijzonder eraan vind is inderdaad, doe ik het zelf. En ook, ik dacht, ik heb het veel te goed volgens mij. En ik sta nog aan de goede kant, laat me zeggen. Ik voel me rijk, ik ben rijk. Ik voel me nog niet gediscrimineerd, ik voel me niet achtergesteld. Dus ik vond het nog moeilijk om te weten of het over mij ging. Oké. Vindt u ons systeem een piramideconstruct? Jezus. Ik weet niet wat dat vindt. Nou, ik denk wel dat als je, wat ik bedoel, ik vind dus dat we het eigenlijk te goed hebben hier. En daarom kunnen we zo zeuren over van alles. En ik denk dat ik boven in de piramide zit dan. Dus u zit aan de top, u bent de 1%. Ik denk het wel. Ja? Ja. Dus u heeft een miljard op de bank? Nee, maar ik heb het geld hoef je niet te hebben om je rijk te vinden. Ja, in filosofie. Maar als we nu gewoon vanuit socio-economische basis zouden kijken hiernaar, bent u dus gewoon middenklasse? Ja, ik heb het goed. Dus als morgen Wall Street ineenstort? Gaat het naar mij denk ik niet nog redelijk. Ja? Weet je wat de homo joke heb? Of bent u dan onderdeel van de onderkant? Nou ja, dat zeg ik. Dat hoop ik niet. Maar als dat gebeurt, dan ga ik andere dingen binnenkrijgen die jij zegt. U. Dat mag het. Dank u wel. Die meneer daar. We moeten nog een beetje meer afstand. Hij is heel goed. Oh ja. Die meneer daar in het beige. Zou u mogen willen opstaan en uw voor- en achternaam vragen? Walter Lichthart. Hoe oud bent u? 63. U heeft net mijn speech gegeven. En als minister-president vind ik het belangrijk om in contact te staan met de burger in alle lagen. En vindt u dat echt? Wat zegt u? Vindt u dat echt? Vind ik wat echt? Dat contact. Ik vond het namelijk niet een erg omarmende speech. Oh. Hoezo? Nou, het is een speech die ongemakkelijk is, maar niet een uitgestoken hand is. Oh. En ik vind als pas verkozen president is het waar of je zo je bevolking mee moet krijgen. Zou u van mij kunnen onderbouwen waar die niet uitgestoken hand in zit? Nou, dat zit een beetje in de toon. Zit een beetje in de interactie. Ja. Kijk, als je zegt, ik vind het belangrijk om contact te hebben met mijn burgers. Dan weet ik niet of de burgers dan denken dat is echt zo. Maar ik zeg tegen u dat ik juist nu net verkozen ben en ik zoek juist contact met u op. Vandaar dat we dit gesprek nu met z'n tweeën voeren. Ik vind het heel erg belangrijk dat u aangeeft dat u het geen toegereikte hand vindt. Ik persoonlijk vind dat wel, omdat ik stel een
het is een analyse en daar komt een conclusie uit. En die heb ik gedaan. Ik denk namelijk dat racisme een hele belangrijke is om klassisme te zien. Begrijp je dat? Nee, maar ik deel de analyse wel. En ik deel ook de analyse van uw voorganger, deel ik. Maar ik zat een beetje te zoeken van, ja, wat is nou de manier om van analyse tot de handen te komen? En dan kun je zeggen, ja, we moeten het probleem onder ogen zien. Maar dan moeten we dat samen doen. En dat is het gesprek dat we moeten hebben. Precies. En de toon van de speech vond ik veel meer, pas op, jullie hebben nog een weg te gaan. En die weg hebben we samen te gaan. Precies, maar het is ook een samen, een weg van samen. Op het moment dat je racisme niet erkent en herkent, zo zien we het gezamenlijke belang van, in dit geval klassisme, waar we allemaal in zitten. Daar zouden we nooit terecht kunnen komen. Op het moment dat we racisme maar blijven ontkennen, dan zullen we nooit op de plek kunnen komen om het te hebben over ons kapitalistisch systeem, toch? Zeker. Dat is eigenlijk de inhoud van de speech vandaag. Maar racisme is natuurlijk overal, hè? Racisme is ook tussen man en vrouw, tussen geletterd en ongeletterd, tussen hoogopgeleid en laagopgeleid. Dat is natuurlijk ook wel een discussie die we dan moeten hebben. Nou, we zouden eerst juiste informatie tot ons moeten nemen. Want racisme is niet iets wat ook tussen letterde en ongeletterde mensen is. Racisme is, zoals ik het net al uitlegde, iets wat alleen maar kan ontstaan op het moment dat het instituut de ander in een socio-economische positie plaatst onder. Hè, en denkt u dat het niet zo is tussen hoogopgeleide en laagopgeleide? Racisme. Met weinig kansen en minder kansen, past daar niet precies dezelfde definitie eronder? Ik ga u een andere vraag stellen. Kunt u racisme definiëren voor mij? Wat betekent racisme? Ja, maar ik ga niet met u in een discussie over definities. U heeft net een definitie van racisme, heeft u net. Ja. En dan zeg ik, luister, projecteer dat nu eens op mensen met minder kansen, meer kansen. Op vrouwen en mannen. Is het dan precies dezelfde definitie? Ongelijkheid? Ja. Ja. Racisme? Nee. Er is een verschil volgens mij tussen de termen. We hebben nu een ingreep van de regisseur. Oh, ja. Ja, nou dat mag. Tot oh, ja. Is jouw dag. Ik heb dit helemaal niet geregisseerd hoor, dus ik vind het heel leuk. Maar volgens mij, ik heb even een kleine definitie-kwestie uit de weg ruimen. Verschil tussen discriminatie en racisme. En ik denk dat Walter het heeft over discriminatie en ik denk dat Gideon het heeft over racisme. Misschien wil jij nog een korte toelichting geven over wat verschil is. Nee, ik wil graag dat jij de toelichting geeft. Nee. Ik denk dat discriminatie een algemene term is voor die gaat over het buitensluiten of onderdrukken van welke groep dan ook. En dat kan inderdaad, zoals Walter het benoemt, plaatsvinden tussen man-vrouw, hoogopgeleid, laagopgeleid. Letterde-ongeletterde. En ik denk dat racisme gaat over het structureel, over de wereld opdelen in rassen die overduidelijk niet bestaan. Om zo een dominante groep te creëren die een andere groep kan onderdrukken om er zelf rijker van te worden, om er zelf macht mee te kunnen uitoefenen. En ik denk dat dat echt heel specifiek, racisme gaat echt heel specifiek over een ander ras zien als minderwaardig, denk ik. Gideon? Ja. Ja, nee, ik vind dat deze mevrouw een applaus verdient. Dat meen ik serieus. Ik ben eigenlijk wel benieuwd als ik jullie alle twee wat zou mogen vragen. In jullie beide speech zit ook heel veel, en misschien dat jij dat als eerste kunt beantwoorden, maar ik hoor het ook heel graag van jou. Er zit ook heel veel woede. En ik denk dat het toch ook wel goed is om iets meer te delen waar dat gevoel uit bestaat. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat meteen voelt en begrijpt. Ja, ik denk niet dat het woede is. Dat is passie. En passie voor rechtvaardigheid. En die passie zouden we eigenlijk allemaal moeten hebben. Een passie voor rechtvaardigheid. Daar waar je onrecht ziet gebeuren aan de overkant, zou je moeten inspringen en het willen tegenhouden. Dat is de empathie waar ik van nature vanuit ga dat we dat allemaal bezitten.
Maar op het moment dat we onze empathisch vermogen gaan uitschakelen omwille van positie voor die twee huizen en het appartement en toch doen alsof we die onrecht niet zien of denken dat 2 euro storten voor het WNF die onrecht recht gaat trekken, dat is niet hoe we daar komen. Snap je? Dus het is niet woede, het is vooral passie om mensen duidelijk te maken wat het construct kolonialisme is en wat eigenlijk, en daar leven we allemaal in, het systeem Nederland is qua denken, in kunst, in cultuur, in educatie. En dan kom je erachter dat we helemaal niet zo ver gevorderd zijn. Onze sociale weegschaal is helemaal uit balans. Wordt vervolgd. Anwar, gefeliciteerd jongen, je hebt het gehaald. Je lult. Je kan het niet geloven. Fuck jou meester. Wat? Dikke lul in je oor, ik ben geslaagd, motherfucker. Hey, doe eens even normaal. Hier. Je houdt nu op. Alle docenten moeten elkaar ballen, gangbanger, niffel, fuck je vader. Als je nu niet ophoudt, dan wat. Je kan niks doen, ik ben geslaagd. Raak me aan, ik bombardeer je hele family. Hey, ik kan het verpesten voor. Wacht. Hey, gaat het, jongen? Geef acht, bal je zus hard!